kennelijk, daarom ben ik geleerd dat Hilke maar hier van komen is, druk je nog om dat nog zo'n beslag uit te leggen. Nou, Sassijn, er is nog een heel soort door te zeggen, dat ook op dit moment net, wij zullen nog uit naar de verhandeling van de passeren die plaatsvinden mag. Nou, daar zit Joks, Jonkermeij en veel mensen, de secretaris van de gemeente die een bijdrage inlevering maakt en ondertekening. Maar ik word het maar aan de notaris, Jan, want de notaris heeft in de regel ik nog wel het hier en over te melden, de kop en de stuk van de akte toch wel lezen en vertellen dat de midden dat je dat leeuwen maaien. Maar ik ben benijd wat er is te zeggen of te vregen heeft nog. Van Johan Hut. Dankjewel. Ja, inderdaad wat u al zegt, de kop en de staat van de akte en het midden moet u maar een beetje geloven. En tenzij er mensen aanwezig zijn die de prijs opstellen dat ik het helemaal ga voorlezen. Maar dat denk ik niet, hoop ik ook niet eigenlijk. Nee, ik ga het beperkt voorlezen, deze actpassering, de kop en de staat. Wie zijn we, wat wordt er getekend en als het getekend is, wordt daarmee de akte compleet. En daarna komt naar artikel 66, daarmee komt het land in de wet te Leeuwarden bij 20 december 1994 bij akte te willen vastleggen en zulks in de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 1, omschrijving van blokteken en beslagen. Paragraaf 4, regeling, vestiging, dan wel opheffing van andere beperkte rechten en van de lasten. En vervolgens hoofdstuk 4, wijzigingen en aanvullingen. Dan volgt in hoofdgenomen en een volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de conferanten en mijn notaris ondertekend. En dan volgt het tijdstip dat u moet gaan invullen. Elf uur en 20 minuten. Ja, gaan we over tot ondertekenen. Begin bij u. Mag u ergens onder de tekst. Bladzijde 233. Bladzijde 233. Ja. Ik kan hier zo rechts liggen. Gewoon ergens onder de tekst op. Ja. Dank u wel, ik feliciteer alle aanwezigen hier met de ondertekening van deze akte. Proficiat. Oké, applaus. Nou, we kunnen controle ook wisten maar het feit dat het maar definitief weer veiligheid is. Dat we hebben toch ergens in beslag gekregen. We hebben nog plichtplegingen. Ik heb volkshalve verschillende keren meegemaakt dat mensen juist het midden wilden en de beide uiteinden. Ja. Ja. Maar de toedeling is, ja, dat is natuurlijk ook al een mooi woord. Uiteindelijk onafhankelijk is het bij de deling. Soms moet je wel eens van. Die leren als winnaar uit de macht uitleven. Ja, dat is het. Oké, wij vieren het mooi, ja, als de broekhoek aan het in Friesland, maar een stukje oranje koek.